dat is toch met een nodige strijd ook gegaan. Want Canto Ostinato was niet een stuk wat ik zomaar eens ging maken voor de grap. Nee, daar heb ik zelf ook moeite mee gehad in het begin. Want kijk, de hele muziekwereld die zweert toen zeker het serialisme. En kijk, plotseling aankomen met een toneelstuk, dat kon eigenlijk niet. Canto Ostinato is een rode draad in mijn leven. Het is wel curieus begonnen. De eerste keer dat ik het hoorde, was op een cassettebandje. En dat is in de jaren 80 geweest. Ik studeerde nog en ik kon er helemaal niet tegen. Een vriendin van me die liet het aan me horen. En ik zei, zet alsjeblieft uit. Het is mij veel te kitscherig. Allereerste keer dat ik Canto Ostinato hoorde. Ik had de muziek nog nooit gehoord. En op het moment dat ik hem hoorde, was het iets onvoorstelbaars. Muziek is niet alleen maar dat object daar in die buitenwereld, dat geluid wat die componist of die noten die componist gemaakt heeft. Maar muziek is een interactie tussen de luisteraar en die muziek. Die luisteraar heeft herinneringen. Dus luisteren is niet iets passiefs, maar dat is iets actiefs. Toch ben ik het gaan spelen. En ik ben het ontzettend veel gaan spelen. In allerlei combinaties, met allerlei type muzici. Ik vind het sociale muziek. En dat is het geheim van Canto Ostinato. Het maakt eigenlijk de wereld wat groter. Thank you.
zou kunnen zeggen dat muziek in evolutionair opzicht zinloos is. Het stilt je honger niet. Je leeft er geen dag langer door. Muziek lijkt zo goed als geen nut te hebben. Ja, behalve misschien het plezier wat je eraan beleeft als je ernaar luistert. Het verschijnsel muziek wordt door sommige wetenschappers dan ook gezien als een extraatje, een luxe. Iets dat vanuit evolutionair perspectief op zijn beste bijproduct is van taal. Darwin zou het vermoedelijk niet met deze opvatting eens zijn. Hij vond muziek een groot mysterie. Tegelijkertijd opperde hij de hypothese dat muziek een resultaat zou kunnen zijn van seksuele selectie. Met muziek worden waarneming, geheugen, aandacht, verwachting uitgedaagd. Als in een paringsdans met de luisteraar. Het eigenlijk alleen maar vergelijkt met Bach. En Bach is ongeveer heilig voor mij, dus dat is best wel een vergelijking. Maar het heeft voor mij hetzelfde effect, omdat het zo ontzettend goed in elkaar steekt en zo evenwichtig is. Toen ik een jaar of 4, 5 was, toen zette mijn vader Canto Ostinato op. Hij speelde die cd. En daar luisterde ik dan naar terwijl ik aan het spelen was of wat dan ook aan het doen was. En toen ik ouder werd, toen kon ik zelf ook die cassette opzetten. Soms zat ik een tijdje voor die cassettebox met die laadjes zat ik uit te zoeken. En dan kwam ik weer bij Canto Ostinato uit. Ik drukte op play en ik keeperde de doos met Lego om. En ik ging daar zitten bouwen. Ik kan me ook herinneren dat ik een keer verdrietig was. En Canto Ostinato stond op en ik ging bij die speaker zitten. En ik was aan het huilen. En toen vroeg mijn moeder waarom ik aan het huilen was. Ik vertelde haar dat ik huilde omdat als ik dood was, Canto Ostinato niet meer zou kunnen horen. En dat is eigenlijk nog steeds hoe ik dat stuk zie, is dat het iets vertegenwoordigt. Over het leven zelf. Het brengt een soort wijsheid over wat het is en wat het niet is. En ik denk dat ik dat toen al een beetje heb opgepikt. Ook al kon ik dat toen nog helemaal niet thuisbrengen of verklaren. Je hebt ook gezegd dat je vindt dat die muziek eigenlijk beschermd zou moeten worden. Wat ik me herinner van vroeger, er waren zelden opvoeringen. En mensen kwamen erachter via elkaar. En wat je nu ziet is dat de massa adopteert. Maar het is veel meer dan dat. Maar ik ben eigenlijk iemand, ik zeg altijd, ik j'appartiens à tout le monde. En eigenlijk is juist mijn alleen zijn in principe, in feite, een houding omdat ik eigenlijk naar iedereen wil. Ik wil niet al het bezit zijn van iemand die mijn relatie naar een ander of naar de wereld of naar mijn vrienden, hoe dan ook, zou betwisten.
Je zei dat toen je canto ontdekte, dat je vreemdelingschap werd opgeheven. Het was iets onverwachts. Het was al een, ik denk 7 jaar dat ik in Nederland woonde. Ik had al een eerste kind en ik zat op een middag naar een televisieprogramma te kijken. Koningsbrugge was aan het woord, de schilder. Er werd hem gevraagd, nou, waarom deze kleur liever of eerder dan die kleur daar? En hij zei, nou ja, ik kan dat niet zeggen, die kleur moet gewoon daar. Op het eind van de uitzending klonk muziek. En ik dacht, wat is dit, hè? Wat is dit? En ik sta op en pak een pen en papier en ga zitten snel om de generiek te bekijken en wachten op de naam van de muziek. En dan muziek, Simeon ten Holt, canto ostinato. Daar waar ik woonde, het was heel schattig, een heel lief boerderij aan een stroom. En ik had een paar vrienden, maar alles wat mij daar gebeurde en alles wat ik daar deed, heel geïntegreerd ging ik met de boeren hooien en tennissen met de dames. En dus ik redde me. Dus ik was niet helemaal verloren, zoals Françaises soms hier kunnen zijn. Maar niets dronk echt tot me door. Dus ik was daar, maar ik was het ook niet. En zelfs mijn partner zei, nou, je bent hier steeds op bezoek. Toen ik canto dus eindelijk in huis had, ging ik hem draaien, draaien. Elke dag was geen dag die voorbij ging. En hier plotseling kreeg ik een soort dynamiek die mij de behoefte gaf om een eigen draai aan mijn leven te geven. Te realiseren dat je langzamerhand bevrijd werd en langzamerhand ergens terecht kwam waar je kon ademen, de ruimte die canto geeft. En tot extreme daden toe. Ja. Omdat ik mijn leven totaal heb veranderd. Ik wilde gewoon weten wat het was om tot het einde van mezelf te gaan. En deze muziek gaf me het gereedschap voor. Het mentaal, filosofisch gereedschap om dat te gaan doen. Ja, en ik heb het ook gedaan. Thank you.
Dear Jeroen, it is with some hesitation that I contact you today. I recently came across your email correspondence with my brother Stephen. I understand that you were one of the pianists who performed Canto Ostinato during last year's concert. At that time, my brother Stephen emailed you with a request for a ticket to the concert in Amsterdam. He then traveled all the way from Montreal to Amsterdam to attend the concert. That year, my brother had been suffering severe depression, the reasons of which remain unclear to our family even to this day. We all suspect that it was a shortage of a certain type of chemical substance in his brain, because he was always such a cheerful person. After his arrival back here in Montreal, I do remember him being exhilarated. The concert had so deeply moved him. But after that, he withdrew more and more into himself. I wanted to get in touch with you now with the sad news that my brother committed suicide 2 months ago. In the letter he left behind, he wrote that after attending the concert and listening to Canto Ostinato numerous times, his life was fulfilled. He asked us to play your version of the piece at his funeral. Naturally, we followed his last desire. And I felt it was important to share this with you. Yours sincerely, Daniel Whitman. Waarom hechten mensen zoveel betekenis aan die woordloze taal die we muziek noemen? Muziek is volgens mij geen taal, maar het is een spel. Denk aan ceremonies, aan rituelen, momenten waarop we dansen en zingen. Volgens sommigen is het de belangrijkste functie van muziek. Muziek als sociale lijm die de groep bij elkaar houdt en het groepsgevoel versterkt. Je kan je afvragen, die sterke emotionele reacties, hè, die mensen melden als ze naar muziek luisteren. Tranen in je ogen, rillingen over je rug. Ligt dat nou aan die muziek zelf of heeft dat met allerlei sociale of culturele context te maken? Houden al deze mensen zo van Canto omdat ze dat in een bepaalde situatie gehoord hebben? Dat lijkt niet zo te zijn. Maar sommige muziek kan heel duidelijk, expliciet op hele specifieke momenten mensen duidelijk raken. Je ziet dan in die hersenen dat er dopamine aangemaakt wordt. Je ziet dan dat er dan op een bepaald moment echt een fysieke reactie haast is op dat moment in die muziek. Sommige muziek lijkt een goede drager te zijn voor herinneringen of een goede drager voor emoties te zijn. Ik heb soms het gevoel dat de muziek van Simeon ten Holt het einde is. Dus in gelovige termen het eschaton. Het is af. Het is de coda. Als God de schepper is van alles wat leeft en wat er is, dan is Canto daar een verbeelding van. Een muzikale weergave van de grootsheid van de schepping. Er zit een hartslag in Canto
die correspondeert met je eigen hartslag. Ik heb het eigenlijk heel laat ontdekt. Maar ik was helemaal om. Nee, geen schok. Het was een ontzettende lieve aanraking. Teder en onthullend. Als een componist iets gemaakt heeft en hij laat het aan de wereld horen, dan mag de hele wereld zelf weten wat ze voelen. En heeft dan eigenlijk de componist niks meer over te zeggen. Hij kan niet mijn gevoel dirigeren. Dat is het mysterie. En daar moeten wij voor buigen. Voor het mysterie moet je buigen. Of het nou de negerslaven zijn die zongen. Of de broeders hier in de abdij die zingen. Als je zingt, dan is het leven goed. Dan... Het verschil tussen muziek en architectuur, het zijn heel veel overeenkomsten, maar een van de hele bijzondere verschillen is dat architectuur vooral een vak is van zwaartekracht. Je moet zorgen dat dingen niet naar beneden donderen, dus je hebt ondersteuningen nodig om iets omhoog te houden, om daaronder beschutting te hebben. En dat is niet uit te schakelen, dus alles wat je maakt moet dat hebben. En muziek kan vrijelijk de ruimte in, kan omhoog, kan omlaag, naar links, naar rechts. En bij architectuur moet je echt altijd weer je best doen om iets overeind te houden, dat het blijft staan. En heb je tegen mij ook gezegd dat Canto het emotionele niveau van getallen is? Ik denk dat getallen spelen eigenlijk niet mee als die muziek voor mij speelt. Muziek gaat naar binnen, raakt soms snaar waar ik absoluut niet tegen bestand ben. Als ik dat in de auto overkomt me dat wel eens, dat ik dan moet ik de vluchtstrook op of de parkeerplaats, dan loopt het achter elkaar uit mijn ogen. Het is een soort larmfaciel, zeg maar. Maar dat, bij sommige stukken heb ik dat. En ik kan me er niet tegen wapenen, het gebeurt. Maar dat is niet mathematisch, terwijl ik wel dol ben op mathematiek. Canto is voor mij onlosbrekelijk verbonden aan het stadhuis Apeldoorn. Dat is een belangrijk plan altijd voor de stad. Niemand had er iets van gezien. Alleen de projectwethouder die had het project gezien. Ik had daar in alle stilte in de maand december en januari aan zitten werken. Tekeningen voor gemaakt. Er was inmiddels een enorme turbulentie ontstaan. 1400 man bleken daar aanwezig. Hele vijandige sfeer. In een afschuwelijke situatie reed ik naar Apeldoorn, was tot elke vezel gespannen. En toen heb ik de Goldberg-variaties opgezet. Muziek van Bach, hoe die lijnen elkaar raken. En ik vond dat heerlijk ontspannen om zo naar Apeldoorn te rijden. Ik kwam eraan in die overvolle zaal. Ik vertelde hem dat ik zo genoten had van de muziek. En toen zei hij, oh, ken jij Simeon ten Holt? Ik zei, nou, zegt hij, die heeft muziekstuk geschreven, Canto Ostinato. En dat doet precies wat jij nu beschrijft. En toen kreeg ik inderdaad een paar dagen later dat bandje opgestuurd. En
Het was een absolute nieuwe sensatie. Ik voelde een totale versmelting van de muziek met de omgeving waar ik op dat moment in was. De witte strepen op de weg, de paaltjes van de vangrail met de lantaarnpalen. Dat kwam bij elkaar, er kwam een samenhang. Het was werkelijk adembenemend. Ik heb al sinds dat ik heel klein ben, vind ik het heel moeilijk om muziek te verdragen. Altijd als wij een restaurant binnenkwamen en ik hoorde muziek, dan begon ik te huilen. En zij gaven daar meteen aan toe. Ze zeiden, oké, nee, dan gaan we ergens anders heen. En ook thuis wilde ik nooit dat mijn ouders muziek draaiden. En ik denk omdat ze dat gedrag zeg maar, ook een beetje beloond hebben, niet zeiden, stel je niet aan, is dat iets wat altijd bij me is gebleven. Ik vind, muziek komt echt recht in je hart. Kijk, als je een toneelstuk ziet of een film bekijkt, moet je er altijd bij nadenken. He, dat is ook altijd een intellectuele beleving. Je moet eindjes aan elkaar knopen om er een verhaal van te maken. En je hebt en visueel en je hoort dingen en muziek. Maar alleen muziek, dat is, vind ik zo één op één. Dat is voor mij zo emotioneel. Of het nou André Hazes is, bij wijze van spreken, of een klassiek stuk of popmuziek. Het is allemaal, het komt gewoon heel hard binnen. En zeker muziek die een bepaald verdriet in zich heeft, vind ik heel erg lastig. Ik ging naar de toneelschool, ik was denk ik 19 of 20. En je komt dus in een eerste jaar terecht waar je geselecteerd wordt gedurende dat hele jaar. Daar blijven misschien van de 45 blijven misschien 7 mensen over. En dan hebben ze bewegingslessen daar, een heel belangrijk onderdeel van het onderwijs. Dan moeten we allemaal in dezelfde pakjes. Dus allemaal een zwart strak pakje en een zwarte maillot. En ik met mijn hippie achtergrond vond dat al heel interessant allemaal, dat het allemaal zo strak moest. En dan in een heel prachtig lokaal, dat is ook een heel ouderwets gebouw zoals je het je voorstelt, een toneelacademie eigenlijk. En dan kwam die bewegingsleraar binnen, een vrij strenge leraar, hele goede docent wel. En die zette kanten op. En we moesten daar op eigenlijk vrij klassieke balletoefeningen doen, maar wel een beetje, hij had er een beetje zijn eigen bewegingen van gemaakt eigenlijk. Dus we stonden er allemaal precies zo kaarsrecht op een rij, allemaal die oefeningen zo te doen, op die muziek. Ja, dat vond ik fantastisch. Want dat strakke van zijn regime, hè, van die leraar, in combinatie met deze muziek die eigenlijk heel erg waterachtig is en kabbelt en doorgaat. En, ja, en ik zag dan hele films vormen van hoe het allemaal zou kunnen worden. Dus ik droomde ook heel erg hoe alles zou worden als actrice later. Was er iemand die zei, ja, het is een typische muziek voor vrouwen. En ik denk dat de betrokkenen niet heeft bedoeld een muziek voor mensen in vrouwenlichamen, maar meer dat de vrouwelijke polariteit als het ware weer hersteld wordt. He, want we leven sterk in een samenleving die door de mannelijkheid en het mannelijke element, de mannelijke polariteit, wordt bepaald. Of dat
liefde is. Dat is meer compleetheid die er dan spreekt. En dat is natuurlijk altijd iets met... Dat is warmte, dat is liefde, dat is... Het ontbreekt me nu aan woorden, maar dat moet je maar invullen even verder. Deze muziek heeft een soort maagdelijkheid in zich. En dat alles nog kan. Dat alles nog staat te gebeuren. Dus als ik die muziek nu hoor, dan voert het me terug naar dat gevoel. Waar alles fris en knisperig is en je alles nog kan projecteren erop. Dus de muziek staat ook wel voor dat ik toen allerlei ideeën had die niet zijn ingelost allemaal. Of die, gewoon het verliezen van je onschuld, het cliché, maar dat je volwassen wordt. En toen ik die muziek hoorde, kon ik nog echt helemaal vrij zijn in mijn hoofd en echt een idee hebben over spelen. Alsof dat ook een soort verlossing zou zijn van al het kwaad. Hoe vrolijk of succesvol of bevredigend dat vak ook is. Het blijft tegelijkertijd, blijft je gewoon leven en heb je allerlei demonen en vraag je allemaal dingen af. Dus ik kan me voorstellen dat het voor heel veel generaties zelfs geldt. Omdat de meeste mensen die muziek daar voor het eerst horen, ik denk dat je daardoor het heel goed opslaat. Dat het heel veel indruk maakt in je hersenen. Er was een soort verschraald gevoel van binnen, waarin ik eigenlijk wel muziek maakte, maar eigenlijk niet meer echt lijfelijk in contact kwam met die muziek. Ik ben te veel een Bourgondier en ik hou te veel van het leven om alleen maar mijn intellect te kunnen raadplegen. En op goed ogenblik was het instrument voor mij toch wel als een verlengstuk van mijn lijf en mijn bloedbaan een voorwaardelijk iets geworden. Dus. En dat heeft uiteindelijk dan tot Canto Ostinato geleid. Ontspannen houdt, dan ziet het er zo uit. Dan hang je die vingers. Het enige wat je doet, is je laat ze vallen op de toetsen. En deze houding, die laat je vallen. En dan heb je eigenlijk Canto Ostinato. En het stelt dus helemaal niks voor. Het is gewoon de natuurlijke houding. Extreem ontspannen. En het enige wat je doet, is die hand een beetje bewegen zo. En dan ontstaat Canto. Dus het ontstaat vanuit een fysieke motoriek. En dat is een hele eenvoudige motoriek. Het is echt een kind kan de was doen. Er staat niks voor. Dat kan ik uren volhouden. Dit kan ik bij wijze van spreken een hele dag zo zitten. En zo heeft Simeon ook gecomponeerd. Dat weet ik. Van het handschrift van ten Holt. En wat het bijzonder is aan die noten, is dat elke noot en elk lijntje wat je hier ziet, is met de hand getrokken. En ook weer dat fysieke element van het met een kroontjespen die noten schrijven en dat ook heel precies. En daar de tijd voor nemen, vooral de tijd. Ja, dat is een kunstenaarschap wat je eigenlijk tegenwoordig niet meer ziet. En wat ook die muziek een soort doorleefdheid geeft, volgens mij. Dus toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, dit is mij te goedkoop. Het was absoluut niet not done. En juist omdat je kon het niet analyseren. Het was muziektheoretisch niet zo interessant. Het is niet vernieuwend qua harmoniegebruik. Het is niet vernieuwend qua ritme. Helemaal niet. Er zit helemaal geen vernieuwing in.
Maar op de een of andere manier heeft het de muziekwereld op zijn kop gezet. Ja, dat is natuurlijk... Sinds Canto al Sinato er is, zijn er grote zalen met nieuwe muziek. Zijn uitverkocht. Dus het heeft absoluut veel teweeg gebracht. Het begrip mooi en muziek is heel belangrijk. Er zit een amuserende kant aan muziek. Maar muziek gaat ook over heel wat anders. En dat gaat uiteindelijk gaat het niet over mooi of over structuur of over constructie of over techniek. De muziek gaat maar over één ding, geloof ik, en dat is de emotie. Dat is het enige waar muziek over gaat. Je gebruikt muziek bij geboorte, bij sterven. Daar is opeens iedereen gebruikt muziek. En als je het dan helemaal daar terugbrengt, is Canto Ostinato gaat alleen maar over emotie. En dat is gevaarlijk terrein. Toen ik hem leerde kennen, woonde ik in Groningen en hij zat toen in Bergen. En de reizen naar hem toe, die herinner ik me nog zeer goed. Op een gegeven moment ging ik zelfs bijna wekelijks naar hem toe vanuit Groningen. Dat is toch een hele tocht. Ja, dat waren bijzondere reizen. Als ik terugkijk, heeft hij een bepaalde kwaliteit van het leven heeft hij mij laten zien. Dus ik kwam daar aan en hij trok altijd de beste wijnen open. De beste koekjes werden geserveerd. Er werd de tijd voor genomen. Als ik daar zat, dan zat ik daar echt uren en uren. En dan hadden we mooie gesprekken over het leven, maar ook heel persoonlijk. Over relaties, ik kon mijn liefdesverdriet kwijt enzovoort. Waar we het eigenlijk nooit over hadden, was over muziek. Hij heeft eigenlijk nooit zo sterk zijn waardering voor mij uitgesproken. En dat vind ik ook niet zo erg, hoor. Dus ik weet niet of mijn stijl van spelen hem nou zo erg aantrok. Het zou kunnen, want we hebben natuurlijk altijd wel heel veel samen gedaan. Maar ik denk wel dat we vooral als mens erg gewaagd waren aan elkaar. Ik heb ook wel eens gezegd, hij is mijn geestelijke vader. Want mijn vader is overleden toen ik 14 was. En toen ik 20 was, leerde ik Simeon kennen. Dus daar zit wel bijna een opvolging in. Toen ben ik me dat gaan realiseren. Zoals een zoon met zijn vader op een gegeven moment een flink conflict behoort te krijgen. En misschien heb ik dat later wel ingehaald met Simeon. Dus we hebben soms flinke botsingen gehad. Echt hele heftige. Dat ik echt dacht van, en nou hou je op. En ik kan er niet meer tegen. En ik gooide de telefoon erop. En s'avonds had ik dan weer een concert met zijn muziek. Zo'n Canto Ostinato. Nou, dan ben je gelijk, zit je 2,5 uur lang. Weer met elkaar verbonden. Dat is natuurlijk heel raar. En dan had ik wel op zo'n moment zoiets van, kijk, ja, hier gaat het eigenlijk om. En dat is wel weer mooi. Die fermaties die er staan, dan moet je echt iets meer ruimte nemen. Ja. Hè? Dat moet een soort dialoog zijn van de een, de vraag en antwoord. Ja, ja, precies. Ja? Ja, begrijp het. Maar dan begin ik daar nog een keer. Begin daar met nog. Met Thank you.
theater doen of dat jullie ze toch wel los spelen. Ja. Ik weet niet, het kan ook zijn omdat ik hier, zit. Ja, misschien iets meer loszetten. En dan die top hebben alleen Robert en ik toch? Ja, dat die afloopt, die frase. Gewoon de hele sectie nog een keer? Oké. Kun je wel aan het zoeken blijven? En hoe staat het met je werk? Problemen? Wat wil je? Geld. Maak dat je wegkomt. Dan wil ik dat we scheiden. We hebben geen scheiding nodig. Ik wil talen gaan studeren. Loop niet zo. Waarom loop je zo onbedaarlijk door je kamer? Aan wie denk je? Sta stil. Je bent een beest. Het lijkt wel of ik in een kooi sta als jij hier zo rondloopt. Stil, stil, stil. Ja, dat is inderdaad een vraag die me wel eens meer wordt gesteld. Is het niet leuk om te bedenken dat Canto Ostinato over 30 jaar nog zal gespeeld worden als je al lang dood bent en zo? Ik zeg, als de duivel nou zou zeggen tegen mij, goed, je mag nog tot je dood op de fiets, maar dan is het daarna met Canto Ostinato gedaan. Wat zou je dan kiezen? Nou, ik zou voor mijn fiets kiezen. Ik ben nogal een jazzliefhebber. Muziek, ja, klassieke muziek vind ik prachtig, maar het is veel meer voor mij ontspanning. En bij Canto gebeurde iets wat ik nog niet eerder had meegemaakt. Dat raakte me. Het raakte me dat ik er iets in herkende. En ik dacht meteen, kijk, zo'n werk als Canto, dat is nog niet doorgedrongen tot de academische wereld. In die saaie, starre, bijna onmenselijke wereld. En Canto... Ja, Canto is voor mij dus bijna menselijke wetenschap. En dan in muzikale vorm. Je zou kunnen zeggen dat je zou willen dat wetenschap zo klonk. Ik doe onderzoek naar hoe grote groepen mensen
zich verhouden in een ruimte. En eigenlijk zie ik heel veel weerspiegeld in het dierenrijk, van hoe mensen zich gedragen in een ruimte. Zie je prachtige voorbeelden in het dierenrijk. Moet je denken aan bijenkoloniën of zo'n schoolvissen in het water. Vogelswermen. Zie je ze in zo'n hele grote formatie gaan en iedereen weet precies, elke vogel weet precies waar die zich moet bevinden ten opzichte van de ander. En ineens maken ze met z'n allen een beweging en gaan de andere kant op. Bij mensen zie je een soort gelijk gedrag. Zet iemand op het station neer, in het midden van een ruimte, en iedereen gaat er op dezelfde manier omheen. Voor de Europese Unie heb ik onderzoek gedaan naar de rotonde. Rotonde is eigenlijk een kruising waar de stoplichten zijn weggehaald. Eigenlijk een zichzelf genererend mechanisme. Bij een rotonde is de verantwoordelijkheid groter. Ik denk dat een kruispunt ook egocentrischer gedrag oproept met stoplichten. Als je een rotonde oprijdt, heb je ook vaak veel meer oogcontact met andere automobilisten die erin gaan of die eruit gaan. Nou, de vergelijking met Kanto is evident. Dus de vier piano's als vier toegangswegen tot het spel op zo'n rotonde van in- en uitvoegen. Dus eigenlijk kun je zeggen dat bij Kanto is de dirigent met het stokje. Die is weg. Zoals op een kruispunt het stoplicht weg is. Iets waar je je moet laten onderdompelen. Dat moet je toelaten, dat moet je... Het heeft wel raakvlakken met bijvoorbeeld house. Daar gebeurt eigenlijk wel een beetje hetzelfde als wat de Kanto ook kan bereiken. Namelijk dat als je er een tijdje in staat, dat je op een gegeven moment niet alleen maar muziek hoort, maar dat je hem beleeft, dat je hem voelt. Dat hij in je kruipt, als het ware. Mijn ouders zijn gescheiden toen mijn broertje en ik allebei erg jong waren. We hebben eerst 2 jaar bij mijn vader gewoond. Mijn moeder heeft vrij snel een nieuwe man gevonden en op een gegeven moment zijn we daar naartoe verhuisd. En ik heb altijd een hele sterke band met mijn moeder gehad, echt van klein kind af aan. En mijn vader is heel jong overleden, toen ik 13 was. Mijn vader was alleen toen, hij heeft op een gegeven moment zelfmoord gepleegd, hij kwam er gewoon niet meer uit. Ja, het is een jaar of 10, 12 geleden ongeveer dat ik een keer bij mijn moeder op bezoek was, die nog steeds in Friesland woonde toen. En die gaf mij een cd, zei dit is een klassiek pianoconcert, ik heb er 2 gekocht in de winkel. Ik geef er eentje aan jou, als je hem leuk vindt mag je hem houden. Als je hem niet leuk vindt geef hem terug, dan vind ik er wel iemand anders voor. En de Kanto is toen een beetje ons gezamenlijke muziekstuk geworden. Als ik bij mijn moeder op bezoek was, en dat gebeurde 1 of 2 keer in de maand als ik in Friesland was, dan zetten we eigenlijk vrij snel automatisch de Kanto wel even op, voor of na het eten. En daar konden we alle 2, hadden we daar ook heel snel gesprekken over. Over hoe die loopjes en die motieven, hoe het zo weinig en toch zoveel was. Daardoor is de band van het stuk tussen mijn moeder en mij is daar alleen nog maar groter door geworden. Niet zo heel erg lang voordat ze overleed, heeft mijn moeder kanker gekregen. Dat leek in eerste instantie operabel. Ze waren er gelukkig vroeg bij, zoals dat dan heet. Ze is geopereerd, dat leek goed te gaan. 2 maanden later voelde ze zich toch weer niet goed, naar de arts. En toen mijn moeder overleed, was ik ronduit boos op alles en iedereen en het leven. En toen ben ik dus ook in een hele zware, echt zware depressie terechtgekomen. Maanden mijn huis niet verlaten. Computer en telefoon uitgezet en echt voor niemand bereikbaar.
En toen ging ik 's avonds naar bed elke dag hopend dat ik de volgende nog niet wakker zou worden. Dat was echt... Ik heb wel vaak aan zitten denken, is er een manier waarop ik pijnloos zou kunnen doen en ermee zou kunnen stoppen? Het leek me toen eigenlijk best een goed idee. En het is pas beter geworden op het moment dat ik wist dat ik iets moest doen met het overlijden van mijn moeder. Dat ik daar voor mezelf een zin aan moest geven. En ik heb daar dus lang over zitten nadenken. Op een gegeven moment, toen ik de kanto weer eens een keertje draaide, dacht ik, ik moet hier iets mee. Want dit was echt iets heel concreets dat ons verbond. De kanto was echt ons ding. Dat stond ook buiten iedereen in onze omgeving. Dat was voor mijn moeder, was voor mij. De rest kende het, maar ja, leuk stuk, maar verder niet zoveel. En toen ben ik op een gegeven moment op het idee gekomen om daar een tatoeage van te laten zetten. Ik had echt het gevoel dat mijn moeder weer bij me terug was. Ze is er niet meer, ze kan niet meer tegen me praten. Maar door die tatoeage, ik nu wel weer tegen haar. Ik kan tegen haar praten. En ik kan met haar weer hetzelfde doen. Wat ik vroeger had, dan belde ik erop. Praatte ik een uur en zij zei drie woorden. En dan was het voor mij helemaal goed. En om een keer erop over te praten zijn natuurlijk... Het was niet altijd zo gelukkig. Maar dat kan ik weer met mijn moeder. Ik heb het terug door die tatoeage. Is voor mij de herinnering aan de geboorte van mijn tweede kind. Het bijzondere is ook geweest dat ik eerst die muziek... dat een belangrijk punt was tussen mijn geliefde en mijzelf toen wij net begonnen. Wilde hij mij heel graag die muziek laten horen... omdat hij zei dat dat voor hem zo'n belangrijk muziekstuk was. En daarom wilde ik het niet horen. Omdat ik dacht, als dat dan voor mij niet even belangrijk is, wat kan dat dan samen? Dus ik heb dat uitgesteld en uitgesteld. Maar mijn geliefde heeft dus op het moment dat mijn weeën heel sterk waren geworden, heeft hij die muziek opgezet. Ik was heel bang voor de bevalling, omdat de eerste keer was heel heftig geweest, heel zwaar geweest. Ik zag enorm op tegen deze tweede bevalling. Mijn man had voorgesteld om dan de haptonomie te doen. Dat hebben we dan maar snel achterwege gelaten. Want ik dacht, ik moet mij gewoon concentreren. Laat me maar alleen. Dit moet ik alleen doen. En ik zal dit alleen doen. En toen heeft hij ongevraagd die muziek opgezet. En op dat moment werd ik zo kalm als ik me niet kon voorstellen dat je kan zijn tijdens een bevalling. Alles werd stil. En ik ben mee gaan lopen in die muziek, op het ritme van die muziek. Helemaal in die cadans, in die hartslag. En het was alsof die pijn op dat moment niet meer verscheurde, niet. Het lijkt alsof iemand het gecomponeerd heeft die heel goed weet hoe je lichaam in elkaar zit. Die bijna een arts is. Ik wilde die muziek niet meer horen, omdat die zo nauw verbonden was met dat moment. En dat was magisch. Thank you.
documentaire die die twee grote hoofdthema's die halverwege en tegen het eind van het stuk opdoemen en weer verdwijnen. Die melodieën die zijn eeuwig. En de dalende figuren, dezelfde figuur die steeds lager daalt en toch weer omhoog klimt. Dat is een wisseling, een melodische wisseling. Die gaat je door merg en been heen uit en ziel. En dat is natuurlijk een verbijsterende ervaring. Ik heb dus altijd dat idee gehad dat het een openbaring was, dat het iets nieuws was. Het was het gevoel van zo'n muziek heb ik nog nooit meegemaakt. En zal ik misschien nooit meemaken, iets dergelijks. Ik kreeg eind februari 2009 kreeg ik een soort TIA. En dat ben ik toen eventjes mee naar de eerste hulp gegaan in Den Helder. En daar hebben ze me doorgenomen. En dan zei ze, meneer, u heeft iets in uw hoofd dat daar niet thuis hoort. En u heeft iets in uw longen dat daar niet thuis hoort. En sindsdien ben ik een zeer regelmatige gast van meneer Antonie van Leeuwenhoek. En in de loop van de maanden werd duidelijk dat ik een hersenoperatie moest ondergaan. En dat zou gebeuren op eind augustus. En toen in de mei daaraan voorafgaand gaf Ivo Jansen in de Ruïnekerk in Bergen, speelde hij canto solo. En daar ben ik toen naartoe gegaan, omdat toen canto had al die bezwerende en goede werking op mij. En toen onder die omstandigheden, dat was voor mij buitengewoon bemoedigend. Die stilte die op het eind viel. ...45 seconden in totaal. Verpletterend. Ik heb nooit meer zo'n stilte gehoord. De uren aan zo'n operatie voorafgaand, die wou ik niet in stilte doorbrengen. Daar moest ik muziek bij hebben. Dat was het gevoel. En vanaf het ogenblik dat ik dat hoorde, en wist ik dat die muziek canto zou zijn. Dat was een gevoel. He, ik weet natuurlijk wel, ik ben heus wel, laten we zeggen, nuchter genoeg om te weten dat daar zo'n beslissende invloed niet kan hebben. Maar je moet niet alleen overleven naar je lichaam, je moet ook overwegen, je moet ook overleven naar je geest. En je ziel, die heb je ook. En daar heeft canto een onlosmakelijke rol daarin gespeeld. Dat hoort er voor mij wortel en tak, hart en vezel, hoort het erbij. He, en en heeft het mij gesterkt? Is het een van mijn, hoe zal ik het zeggen? Geen machtsmiddel, maar het is, canto is bijna een van mijn eigenschappen geworden.
toen ik zoveel met Kanto bezig was, daar waar ik woonde, had ik kennissen die wisten een beetje meer van het leven in Nederland, het culturele leven misschien. En zei, oh, omdat we gingen naar Bergen verhuizen. En zei, oh, weet je, wie woont in Bergen? Nou, Simeon ten Holten. Jullie worden vast goede vrienden. En, maar ja, ik ben hier komen wonen en ik kwam niet in mijn hoofd om te komen kloppen, om te bellen naar Simeon. Dat was niets voor mij, nee. Dat ik hem toevallig ben tegengekomen, dat is ook iets heel geks. Op een middag liep ik door het dorp en ik had al een tijdje in die kerk, daar die ruïne kerk, willen gaan kijken. En die was altijd op slot, de deur. En het was een vrijdagmiddag in mei. En de kerk is open, ga ik kijken. En ik ging naar binnen en een man kwam me tegemoet. Een grote man, streng. Men komt niet binnen hier, we zijn aan het repeteren. En toen herkende ik hem, want ik had hem al op televisie gezien. Wat bent u aan het repeteren? Kanto was, ja. Ik denk dat achteraf, met meer wijsheid, had ik evenveel van de muziek kunnen profiteren zonder dingen kapot te maken. Ah, ik heb geen spijt. Ik heb soms verdriet. Ik was toen net als Kanto heel obstinaat en koppig. En er was niemand die me kon tegenhouden. En, het leven naast Simeon is heel verrijkend natuurlijk. Er huist een grote wereld in hem. En daar heb je nog steeds dingen te ontdekken. Een paar jaar geleden heb je een keer gezegd, als ik zou moeten kiezen tussen de onsterfelijkheid van Kanto of mijn gezondheid terug en ik zou weer kunnen fietsen, dan zou ik kiezen om te kunnen fietsen. Nou ja, dat is niet een van mijn meest fundamentele gedachten hoor. Maar het is een aardige illustratie van onze gesprekken, die niet zo altijd maar zo gericht waren. Maar als je me vraagt, ja, nou ja, dat is een moeilijke keuze om dat te maken. Maar dan zou ik zeggen, ja, ik zou nog graag nog wel fietsen en dat de prioriteit geven. Maar dat is geen keuze. Kijk, ik heb daar geen keuze in. Dat is een lot. En de dingen die ik gedaan heb in mijn leven, die heb ik nooit ter discussie gesteld. Dus zo'n vraag is ook niet echt relevant voor mij. Laten we het hebben over hoe het stuk en het componeren van het stuk invloed op je eigen leven heeft gehad. Nou, ik zou je zeggen, kijk, de verandering die plaatsvond, daar ben ik me niet bewust van geweest. Ik heb dat gedaan omdat ik het moest doen. Ik was dienaar van een instantie boven je uitgaan. Kanto is volstrekt uit de nevelvlek ontstaan, waarvan mijn bewustzijn eigenlijk achterop pas later is ontstaan. En zelfs nu, kijk, er wordt steeds de vraag gesteld wat er toch is wat er gebeurd is met Kanto Ostinato. Want de aandacht en de belangstelling daarvoor is van een andere aard dan alleen maar toevallig. En van alleen maar populariteit. En wat er gebeurt, daar heb ik geen antwoord op. Voor mij is de muziek eigenlijk niet denkbaar zonder dat je, ja, je hele fysieke bestaan erin gooit en zo. En dus ook de libido en sensualiteit. En dat is voor mij de muziek. En dat heeft te maken met mijn fysieke bestaan. Daarom dat ik ook op een goed ogenblik, toen ik oud werd, en al die factoren gedoofd werden of minder werden, en zelfs uitgeschakeld werden, dan denk ik, ja, dan moet je ermee ophouden, want dan ga je alleen maar vervallen in herhalingen. Dus dat is eigenlijk een ode aan mijn geloof in de sensualiteit van het leven, maar ook in de beëindiging van de sensualiteit van het leven. Daar kunnen we alleen nog nu over beschouwelijkheden uitwisselen. Maar niet meer in de praktijk. Dus het componeren is er ook niet meer bij. Ik heb trouwens mijn armen
alles illustreert dat. Met mijn armen die me zeer kostbaar zijn geweest in mijn leven. Die zijn eigenlijk half verlamd. En de tastzin, ik kan gewoon een beetje mijn vingers bewegen. Maar eigenlijk is het allemaal stram geworden en oud en gebruikt, verbruikt en op. En ik kan nog met de computer bepaalde geestelijke verrichtingen doen. Maar dan houdt het ook echt op. Mis je het piano spelen? Nee, ik mis het niet eens eigenlijk. Nou ja, nee, zou ik het missen? Zou ik het missen? En of die vraag kun je, die stel ik mezelf nu ook. En dan denk ik, ja, nee, nee. Want ik ben geen muziekliefhebber en ook niet iemand die eens een stukje van dit of een stukje van dat wil spelen. Dat laat ik al over aan de mensen die dat leuk vinden en nog op pianoles gaan en zo. Maar voor mij hoeft dat allemaal niet meer. Zou je kunnen zeggen dat Canto nu nog wel je raam op de wereld is? Nou ja, zo kun je het zeggen. Ja, dat zeg jij. En dan kan ik ja of nee zeggen. Maar dan zeg ik ja, in zekere zin is dat zo. Ja. Ja, zo is dat waarschijnlijk wel, ja.